presentaties te doen. We hadden vooral heel veel ook discussie over hoe het nou vormgegeven moest worden. Wij kwamen van de overkant af en we gingen denken over een nieuwe opleiding die in de wijk kon gaan werken. Maar uiteindelijk dachten we van, ja, moet er wel een nieuwe opleiding zijn? Of kan het niet binnen de huidige opleiding een toevoeging zijn? En uiteindelijk zijn we daar vooral op verder gegaan. En dan gingen we denken, ja, als je in de wijk gaat kijken, waar ligt de vraag en wat voor studenten wil je hebben? Wil je alle studenten hebben, wil je een gedeelte van de groep hebben? Nou, het samenwerken is in de wijk een steeds belangrijker wordend item. En daarom zijn we gaan kijken van, nou, als je in het eerste jaar anders indeelt en daar het eerste semester vakken samengeeft met verschillende opleidingen, wat prima kan met bijvoorbeeld anatomie of fysiologie, daar komt heel veel overeen, want dan krijg je alle verschillende opleidingen. Nou, als je dat samengeeft, proef je al wat meer van elkaar, van elkaars keuken. En als je dan in het tweede semester vakspecifiek verder gaat, binnen je eigen beroep, dan krijg je binnen het eerste jaar alsnog een goed beeld van je eigen beroep, maar daarnaast al wel wat meer van de andere beroepen. Nou, we dachten van, als je de wijk dan in wilt, hoe kan je dat het beste doen? En wie heb je daarvoor nodig? En dan gaan we kijken, als je het tweede jaar nou ook modules hebt, waar je in die modules ook een groep kan hebben die in de wijk gaat werken met echte casuïstieken en die een soort verbindende rol wordt binnen verschillende professies, die eigenlijk meer communicatie op zich neemt. Nou, Rieke noemde het heel mooi de taxichauffeur, eigenlijk de persoon die van hot naar haar gaat met de cliënt en ook op de wandelgangen dingen meeneemt. En zo ook de negatieve dingen hoort, want die zijn er ook vaak bij cliënten. Ja, en die meenemend kan je via die modules ook leren om naast je beroepsprofessie als fysiotherapeut of ergotherapeut of net wat, in te gaan op dat extra stukje communicatie en om het totale plaatje rond te breien en dat iets efficiënter gebeurt dan dat het nu vaak gebeurt bij multiprofessionele casuïstieken. Zijn er aanvullingen erop, Rieke? Nou, ik vond het een ontzettend leuke discussie. En ja, ik zat echt in een studentenclub. Wat ik van jullie ook teruggehoord heb, ze willen heel graag reële casuïstiek. Dus geen papieren casuïstiek. En daar worden jullie blij van. Want op een gegeven moment was ook onze vraag als docent, van waar kunnen we jullie nou blij van maken? Nou, dat was die echte patiënt. En ik denk dat we daar ook heel goed op moeten letten hoe we dat meer kunnen doen. En toen was ook de vraag van, ja, maar willen patiënten wel door een tweedejaars of eerstejaars student behandeld worden? Nou, bij mondzorgkunde is dat heel duidelijk. En ik denk dat dat in een andere opleiding ook zeker zou kunnen. En jullie gaven heel mooi aan, dat zouden wij ook graag willen. Ja, en ik denk als je de student juist die verantwoordelijkheid geeft, dan pakt hij die ook. En dan gaat hij er ook serieus mee om. En dat geeft gelijk extra motivatie om net dat een beetje extra te doen, wat je met een paar papieren casuïstiek niet zo snel hebt. En dat maakt het heel interessant. En ja, inderdaad, of de cliënt het wil,